Hallo allemaal, hier ben ik weer, Dilayla Teunis. Welkom op mijn kanaal. Kom je voor het eerst op mijn kanaal, druk dan hier beneden op de knop op abonneren en mis geen enkele video meer van mij. Vergeet ook de notificatiebel niet aan te zetten als je meldingen krijgt, zodat je meldingen krijgt als ik een video upload. En hier onderaan de video heb ik dus ook iets nieuws, dat is van YouTube. Dan kun je me dus tegenwoordig een bedankje sturen als je het leuk vindt wat voor content ik maak. En hartstikke bedankt ook daarvoor. Ik heb al heel veel lieve bedankjes gekregen. Ik hou van jullie. En lukt het dus niet via YouTube om maar mijn dankje te sturen, dan heb ik in de reacties nog een linkje gezet dat je het op een andere manier kan doen. Nou, lieve mensen. Ik ben gebleven bij redenvoering 3 van dit fantastische, prachtige boek van het werkboek van Saint-Germain. We gaan dus verder. Dit is Saint-Germain, dus 10 oktober 1932. En we gaan weer beginnen met een aanroeping. Dus een aanroeping, probeer ook vooral terug te spoelen en het mee te zeggen, bijvoorbeeld om of om te herhalen. Als je dit dus tegen jezelf regelmatig zegt, dan mee programmeer je ook dus jezelf. En in het positieve, een hoger bewustzijn, gaan we hiermee ontwikkelen. We gaan in een hele andere dimensie, andere frequentie zitten, in de frequentie waar je juist goed voelt. En daar is helemaal niks zweverigs aan. Iedereen kan dit. Het is niet iets ontastbaars. Het is dus ook heel belangrijk dat je het zelf gaat ervaren door het gewoon te doen. En te ervaren wat het met je doet. En misschien kan het sommige dingen je, hoe zou ik zeggen, weerstand of zo opleveren. Omdat je nog in oude patronen zit. Zoals bijvoorbeeld ik ben ziek of ik ben niet goed genoeg of ik ben niet lelijk, hè. Oude programmaties. En als je dan nu hoort dat je dus tegen jezelf moet gaan zeggen, ik ben gelukkig, ik ben succes, dan klinkt het misschien voor jou heel onwerkelijk nog, omdat je nog zo vast zit in dat geloof van negatieve patronen. Maar daarvoor luister je dus nu ook naar deze video, om je dus af te komen van deze negatieve patronen. En programmaties die ons eeuwenlang zijn opgelegd. Maar het betekent niet dat het ons dus nu eeuwen gaat duren om weer tot een hoger bewustzijn te komen. Het is alleen maar een besef dat we nodig hebben, inzicht dat we nodig hebben en het omzetten ervan. Dus je hoeft niet jarenlang te studeren, je hoeft niet jarenlang te gaan mediteren en weet ik het allemaal. Dat zijn al vele voor ons geweest die ons al hebben bewezen. Bijvoorbeeld Boeddha is daar een van, hè? Siddhartha. Die ook al, hè, die echt zichzelf niet meer, dat hij niet meer ging eten en dat hij van het licht ging leven, van prana. En dat hij alleen maar ging mediteren in de wildernis en in de jungle. En dat hij erachter kwam dat het ook niet de weg is om jezelf helemaal, om alle verzoekingen te weerstaan, zeg maar. Het is alleen maar besef, weten dat dit een programma is, zeg maar. Net als een computerprogramma. En dat je niet meer meedoet aan dit programma. Dat je jezelf nu, zoals het hoort, het programma van de natuur volgt. Dat je God bent. En dat het ego alleen maar een valse architect is die je in het leven hebt geroepen omdat je zelf kwijt was. Dus het is voor iedereen mogelijk. En dat is ook altijd al gezegd. Gij zult grotere werken doen dan dat ik doe. Ik ben het licht en Boeddha was de weg naar het licht. Het is allebei een doel die bereikt is. Of je het nou zo omdoet of zo omdoet, dat maakt niet uit. Maar je moet beseffen dat je bent al en dat je niet eerst hoeft te worden. Want dat is ook, je denkt dat je het moet worden. Nee, je hoeft het niet te worden. Je bent het al. Het is alleen het besef ervan. Dus hoe meer je mee bezig bent, hoe meer je dingen daarmee zult gaan zien. Nou, aanroeping. Dus Saint-Germain 1932. Oneindige, alles doordringende tegenwoordigheid. Uw machtige uitstraling overspoelt de atmosfeer van de aarde. Wij loven en danken u voor de uitbreidende Christuskracht van liefde en wijsheid, die zonder twijfel het bewustzijn van de mens verheft boven het laaghartige egoïsme, dat zo kenmerkend is voor de onbewuste mens. Wij loven en danken u dat wij ons steeds bewust zijn van uw almachtige actieve tegenwoordigheid en dat wij u bewust herkennen, wanneer u onze geest en ons lichaam doordringt met uw zuivere tegenwoordigheid. Ik groet u allen vanwege de stralende heerschaar. Redenvoering. Vanuit de uitstraling van de grote elektronische gordel belichaam ik vandaag ik ben.
Uit het hart van de gouden stad ontspringt de tweelingstraal die deze toespraak het licht en de klank draagt. Het is hoog tijd dat wij ons bewuster worden van de grote elektronische gordels die de hele schepping omgeven, zowel de schepping van God als die van ieder mens. De etherische gordel rond de gouden stad is ondoordringbaar, zelfs veel ondoordringbaarder dan een stalen muur die verschillende meters dik is. In geringere mate kan een persoon die voldoende kennis heeft van het actieve grondbeginsel van het hogere zelf zich omhullen met een elektronische gordel of cirkel. Dat heb ik jullie wel eens in een vorige video ook verteld. Hè? Dat we dus, stel je hebt een angst, je hebt een angst, maakt niet uit wat voor angst. Je hebt een angst dat je kinderen iets overkomen of zo. Of je hebt een angst dat je zelf een ongeluk krijgt. Of je hebt een angst voor het vliegen of angst voor weet ik het veel. Wat voor angst, dat kan je zo gek niet bedenken. Angst dat de liefde weggaat. Nou, vooral angst dat je iets aangedaan wordt. Want dat is waar je vaak angstig voor bent. Of dat jouw dat je geliefdes iets aangedaan wordt. Hè? Dus je kinderen, je man, je familie, nou, noem maar eens op. Dan is het dus heel belangrijk dat je dus een elektronische gordel, dus een cirkel om jezelf heen, ja? dat zie je ook wel eens in magische boeken of in magische films. Ja? Dat ze zo'n cirkel van zout of zo om zich heen doen om zichzelf te beschermen. Nou, daar komt eigenlijk al zo'n soort gebruik vandaan. Maar we hoeven niet fysiek een cirkel van zout om ons heen te strooien om bescherming of voor geluk. Nee, wij bezitten al een etherische, elektronische cirkel om ons heen. Je hebt ook al de ether als een soort cirkel, hè, wat de aarde beschermt tegen invloeden. En daar kan helemaal niets mee gebeuren. Als we wel eens gezegd hebben, er kan een gat in de ether en weet ik het allemaal. En de zuurstof verdwijnt nu. Weet ik het veel wat allemaal. Dit soort elektronische gordels, ja, dus zo'n cirkel, zit ook om ons en om elk wezen. Alleen als je dus deze niet activeert en daar niet bewust van bent en accepteert dat er dingen in jouw leefwereld komen, dan kan het zijn werk dus niet doen. Nou, ik ga verder. Dus dan snappen jullie wat daarmee bedoeld wordt. Ja? Het is niet zozeer de aura. Dat is weer wat anders. Maar dit is echt een elektronische gordel. Iedereen mag deze naar eigen keuze opladen. Oké, je kan hem dus opladen. Maar weet diegene die er destructief mee omgaat. Ja, dus je kan dus ook anderen daarmee pijn doen. Hè? Dus als je daarmee elektronische gordel expres bij mensen naar binnen duwt in hun energie. Wanneer iemand zo gek is om dit te doen, wordt zijn lichaam verpletterd door deze gordel van elektronische kracht en zal het wegkwijnen. Maar degene die deze gordel met wijsheid opbouwen en hem opladen met Gods machtige liefde en opbouwende kracht, zullen leven in een wereld ver van de onwetendheid van de mens. Oké, dus we kunnen hem visueel, kunnen we hem opladen. Dus laten we het eens gaan proberen. We sluiten even onze ogen, want dat is vaak wel het makkelijkst voor iemand die zich visueel moet gaan inbeelden, dat er dus een elektronische gordel om diegene heen zit. Ja? Dus beeld je in dat er een elektronische gordel nu om je heen zit en dat je hem oplaadt. Ja, hij is elektrisch. En hij wordt steeds groter en steeds wijder. En hij houdt alle negatieve energie en negatieve invloeden buiten. Het is jouw beschermingsgordel. Je mag hem ook steeds groter maken. Zeg ook tegen jezelf: ik krijg alleen positieve energie op mijn pad. Leuke, lieve mensen, prachtige omstandigheden en mooie gedachten. Ik beveel mezelf om dit alleen nog maar toe te laten in mijn leefwereld.
Kunnen jullie hem zien? Als jullie hem voelen en zien, zet dan even een reactie hieronder in de video. Vind ik heel leuk als het gelukt is. En dit kun je dus ook visualiseren bij je kinderen. Ja, of als jullie onderweg gaan met de auto, visualiseer zo'n krachtige elektronische gordel om je auto heen. Hij is echt aanwezig, omdat je hem nu nog niet kan zien. Je kan hem wel zien als je denkt, dus dan is het er. Maar als je er nog niet bekend mee bent, of je hoort dit voor het eerst in year right, met je elektronische gordel, maar ga dan maar eens visualiseren. Je ziet hem en je voelt hem. Ja? Dus als je dit nu met je ogen even sluit en je visualiseert dit om je heen, dan voel je toch dat het er is. Dat kan toch niet waar zijn, snap je? Dus dit kun je dus ook bij je kinderen doen. Bij andere familieleden of je geliefdes. Of de mensen van wie je houdt. Ja, dat je allemaal beschermd worden door deze elektronische gordel. Kun je ook je kinderen vertellen. Het kosmische tijdperk is aangebroken. Waarin diegenen die een zekere mate van begrip hebben, deze wonderlijke elektronische cirkel creëren en gebruiken. Elke schepping die zelfbewuste actie is, heeft van nature uit deze cirkel van zuivere elektronische kracht. Maar deze kracht is grotendeels onbeheerd en daarom is ze verspild. Dus er zit, ja, hij is verspild. Het werkt niet meer, maar je kan hem altijd weer opbouwen. Door deze machtige ring van zuivere elektronische kracht zeer bewust te creëren, stopt u alle verspilling in de ontwikkeling van deze grenzenloze essentie. Ik voel hem gewoon nog steeds. Mooi hoor. Hij is er gewoon. Zodat u er bewust gebruik kunt van maken en een richting aangeven. Na enkele maanden van bewust creatief werken met en in deze elektronische ring, dient men er zorgvuldig op te letten dat deze kracht enkel door goddelijke liefde bestuurd wordt. Bij het begin van de individualisering van de mens van nature uit omgeven door deze magische cirkel. Toen het bewustzijn steeds meer en meer afnam, ontstonden er scheuren in de cirkel van de kracht, die als het ware lekken veroorzaakten. De kracht zijpelde verder weg, totdat ze bijna volledig verdwenen was. Nochtans was deze cirkel geen bewuste schepping van de mens, maar een natuurlijke ommanteling. Studenten van het licht moeten nu ongetwijfeld aan de slag gaan en bewust deze elektronische gordel rond zichzelf creëren door hem volmaakt te visualiseren, zonder scheuren of breuken. Zodoende zal het mogelijk zijn om bewust de elektronische gordel van God te betreden en daar onbeperkte wijsheid, liefde en licht te ontvangen door het toepassen van eenvoudige wetten die alle creatieve kracht vrijmaken. De student mag nooit vergeten altijd naar zijn eigen hogere zelf te kijken die de schepper is van zijn persoonlijkheid. Hiervoor kan hij steeds rekenen op de hulp van hen die reeds verder geëvolueerd zijn. Zij zijn daar als de enige God, de ene tegenwoordigheid en zijn almachtige handelingen. De verder geëvalueerde lijken in hun daden meer op God. Door dit te erkennen, zult u verstaan waarom u kunt voelen. Ik ben hier en ik ben daar, want er is slechts de ene God die alomtegenwoordig is. Eens dat de student begrijpt dat de heerschaar van opgevaren meesters slechts het meer verheven bewustzijn is van hemzelf, zal hij onbetwistbare mogelijkheden binnen handbereik hebben. In realiteit maakt het geen verschil of de student zich rechtstreeks tot God richt, tot een van de opgevaren meesters van licht of tot zijn eigen hogere zelf, want allen zijn één. Vooral leer de mens deze bewustzijnstaat bereikt heeft, maakt hij een onderscheid, want de persoonlijkheid is er bijna zeker van dat de ene verdeeld is. Men kan echter de ene niet opsplitsen, tenzij in de onwetende gedachtegang van het lagere denkvermogen. Wanneer een student nadenkt over het ego, moet hij er zich steeds bewust van zijn dat dit slechts de uiterlijke verschijningsvorm is van de ene intelligentie. Deze behoedt de student er ten alle tijde voor dat hij deze ene machtige godskracht in hem niet zou opsplitsen in zijn lagere bewustzijn. Ik moet u er opnieuw aan herinneren dat deze grenzenloze machtige kracht van God zijn wonderlijke krachten niet kan doen gelden in uw dagdagelijkse bezigheden, tenzij u erom vraagt. Er is slechts één vorm van uitnodiging die deze kracht kan bereiken en vrijmaken.
namelijk uw gevoel van grote toewijding en liefde. Wanneer iemand deze elektronische gordel of ring rond zichzelf heeft ontwikkeld, kan geen enkele kracht hierin doordringen, tenzij goddelijke liefde. Het is enkel uw bewustzijn van goddelijke liefde dat kan doordringen in de grote innerlijke schitterende gordel van God. Hierin schenkt God u zijn grote uitstorting. Denk erom, via zijn boodschappers, opgevaren wezens die uw huidige voorstellingsvermogen zo ver overstijgen, dat het onmogelijk is de grootheid van hun liefde, wijsheid en kracht onder woorden te brengen. Er zijn ook veel, ik heb wel eens reacties erop gehad van iemand, ja, en geloof je het zelf? En ga anders de jungle eens in, eens kijken of er een leeuw je aanvalt. En of er een krokodil je aanvalt. Maar ik ben er echt van overtuigd, ja. Want ik ervaar het met eigen dieren en ik ervaar het ook met andermans dieren. Ik ervaar echt, als jij de cirkel van deze goddelijke intelligentie, ja, dieren zijn juist heel erg op gevoel. En als je dus ook kwantumfysica weet, ja, en als je daarin verdiept, kijk, dit soort uitspraken zijn vaak voor de onwetende. Ja, en die dan gewoon zich niet hebben verdiept, of die nog zo vastzitten in dat geluk niet bestaat. Ja, of dat bescherming niet bestaat. Dat je een kwetsbaar wezen bent. Hè, een sterveling. En dat je fragiel bent. Elk moment kan je uit elkaar vallen, zeg maar. Elk moment kan het gevaar je te pakken krijgen. Als je daarin zit. En je daar natuurlijk nog zo in gelooft. Want een waarheid is dat niet. Ik kan niet zeggen dat is iemands waarheid. Nee, dat is omdat diegene daar gewoon in gelooft. En nog niet weet dat er nog andere dingen zijn. Ja, dat is ook zoiets. Je zegt, ja, maar dat is jouw waarheid. Nee, er is maar één waarheid. Dat is jouw geloof. Dat kan je misschien wel zeggen. Ja, maar dat is niet een waarheid. Iets wat een waarheid is, dat voel je, dat ervaar je. Dat kun je omzetten. En zo'n cirkel bijvoorbeeld ook. Je merkt gewoon, als je dit gaat visualiseren iedere keer, en dat je steeds krachtiger en groter maakt, dat je dus echt respons krijgt van dieren of van mensen. Of dat je alleen nog maar ziet dat het je voor de wind zal gaan. En dat is natuurlijk bij mensen die daar nog helemaal niet bekend mee zijn, zo'n ongeloof. Omdat ze nog niet dat geluk hebben kunnen ervaren. Of dat het voor de wind kan gaan. En ja, weet je, met zo'n cirkel, probeer het gewoon, zal ik zeggen. En ervaar het zelf. Je hoeft iemand niet continu te bewijzen. Ja, dat is hier. Ik ben dol op Wim Hof bijvoorbeeld. Hè. Dat vind ik ook heel goed wat hij allemaal gepresteerd heeft en wat hij allemaal heeft laten zien. Maar moet je nou eens kijken hoeveel voet in de aarde hij heeft moeten zetten. Weet je wel, bijna tot zelfuitputting aan toe, weet je. Om mensen maar continu te laten zien dat het zo is. Of om te bewijzen dat het zo is. Of. En dat is zijn missie. Dat is heel mooi, want ik doe dat natuurlijk met mijn video's ook. Hè? Ik laat zien van, kijk, luister nou, denk nou anders. Of kijk nou, hè, neem die prik nou niet. Of heel veel met mij doet dit, weet je wel. Continu jezelf, niet jezelf te bewijzen, maar vooral om te bewijzen dat het zo is. Ja, en alle feiten en alle dingen kom je erbij. Maar het moet niet ten koste van jezelf gaan. Ja, en als dit voor jou werkt en dat die ander dat dan nog niet gelooft, dat is dan zijn verantwoording en dat is zijn pakje aan. Ja, en daar hoef jij hoef je niet tegen iemand die zo ongelovig is, maar te bewijzen. Waar ben je dan in godsnaam mee bezig? Ja, je kan het iemand aantonen, je kan het laten zien als je daar behoefte aan hebt of als je dat wilt. Maar het is jouw leven en het is jouw fijne gevoel en het is jouw geluk. Je hoeft je tegenover niemand te bewijzen. Alleen tegenover jezelf. Dat je eigenlijk weet dat je het kan. Ja? En dat je veel meer in je mars hebt dan andere mensen. Nou ja, of dat je ooit gezegd is, zeg maar. En dat is hetzelfde. Er zijn dus ook meesters of yogis, of hoe je dat moet noemen. Die leggen hun lichaam af, zeg maar. Die hebben zichzelf gedupliceerd. Want dat kan dus ook. Ja? Die hebben hun lichaam hebben ze in de jungle neergelegd. En dat haar groeit allemaal door. Het is niet dood. Het is geen dood lichaam.
En dat staat in heel veel geschriften ook. Staat ook in de meesten van het Verre Oosten. Ja, ook Saint-Germain spreekt erover. En dat doen ze omdat zo'n dorp bijvoorbeeld, of in India of in vele jungles, hè, waar stammen zijn, veel aangevallen zijn geworden door wilde dieren, hebben ze hun lichaam daar neergelegd. En met zo'n hele grote elektronische cirkel hebben ze dus hun lichaam als bescherming daar neergelegd, zeg maar, dat die wilde dieren dus op afstand blijven van die dorpen. En er is dus ook gezegd, je kan dat lichaam dus ook niet aanraken, omdat er zoveel energie van is, dat iemand die het aanraakt gewoon te pletten neervalt, zeg maar, letterlijk, een uitreed. Dus die verhalen zijn er zeker en er zijn ook bewijzen voor. Je moet het alleen wel willen zien en je moet het ook willen openstaan. En ja, ga gewoon vooral op zoek, zal ik zeggen. Maar het kan echt. En ook Jezus, hè, die dieren die aan het vechten waren, scheiden. Staat ook in de Bijbel. Staat ook in de meester van het Verre Oosten. Ook een meester die twee vechtende dieren, jakhals of zo, ik weet even niet meer wat voor dieren dat waren. Maar ook scheiden door middel van liefde en legden ze allebei hun handen in zijn handen, weet je wel. Dus het is er echt. En je merkt ook als je zelf huisdieren hebt, of weet ik veel wat, of als je in de natuur leeft en je begrijpt de dieren en je weet dat je tot ze kan spreken en je bent met een heel andere frequentie bezig, ja, dan gebeurt jou niets. Dan overkomt jou niets en dan zit je ook niet op die trilling. Dieren leven naar gevoel, hè, instinct. Al die trillhaartjes die ze hebben, ze voelen alles van je. En wij voelen ook nu steeds meer van alles en iedereen. Als ik nu ook ergens kom, ik voel de hele dag gedachten van andere mensen. En dat is ook iets dat je je voor kan afsluiten. Ook met zo'n elektronische cirkel. Of dat je denkt, nee, ik laat alleen positieve energie toe in mijn leefwereld. Dat je gewoon observeert is wat anders. Observeren is prima. Maar laat het niet indringen. Dus dat wou ik even gezegd hebben. Laat mij u er nogmaals aan herinneren dat de student die durft te handelen en hier niet over praat, opgetrokken wordt tot in de transcendente uitstraling van deze innerlijke sfeer. Door dan te ervaren en te zien, zal hij begrijpen waarover ik gesproken heb. De ziel die sterk genoeg is om zich te omhullen met de mantel van goddelijke liefde en vooruit te gaan, zal hierbij niet gehinderd worden. Er is helemaal niets tussen uw huidige bewustzijn en de machtige transcendente innerlijke sfeer, dat de benadering van goddelijke liefde in de weg staat. Wanneer u deze innerlijke cirkel gevoeld en gezien hebt, dan zult u begrijpen hoe onvolmaakt de huidige uitdrukking van goddelijke liefde is. Eens dat iemand zich bewust wordt van deze grote sferen die hij kan bereiken, zal hij onbevreesd trachten dieper en dieper door te dringen in de uitstraling van dit machtige, intelligente middelpunt van het universum, waaruit alle werelden elke schepping is voortgekomen. Er zijn onder jullie sterke, onverschrokken en onbevreesde zielen, die dit zullen verstaan en die in staat zijn dit te benutten als zegen voor zichzelf en voor anderen. Sommigen zullen begrijpen en zien dat de tegenwoordigheid die in elk hart klopt, God in actie is. Dat de kracht die het bloed door het lichaam stuurt, God is. En dat de essentie die het lichaam van levenskracht voorziet, God in actie is. Beminde studenten, ontwaak nu. Ziet u niet hoe groot de vergissing is te verzinken in de onwetendheid van het lagere zelf. Pijn te lijden en nood en ellende te kennen. Ziet u niet dat dit alles gecreëerd is door de onwetendheid en de handelingen van het lagere zelf. Enkele minuten van diepe meditatie volstaat om iemand te doen inzien dat er slechts één tegenwoordigheid, één intelligentie, één kracht is in uw denkvermogen en in uw lichaam, namelijk God. U ziet hoe eenvoudig maar krachtig dit bewustzijn in u is. Laat de volledige erkenning van de grote zuivere activiteit van God in uw denkvermogen en in uw lichaam stromen en laat iedere cel overvloeien van deze wonderlijke transcendente essentie. Het lijkt mij onmogelijk, dierbare u studenten, dat jullie de eenvoud van uw ware hogere zelf in u niet zouden begrijpen. Wend u steeds tot haar. Loof haar, bemin haar, vraag en beveel haar te bruisen in elke cel van uw lichaam en in elke vraag die u kunt bedenken. Vraag haar bruisende tegenwoordigheid in uw gezin, in uw zaken en in uw werk.
wanneer uw wens uitgezonden wordt, bekleed met goddelijke tegenwoordigheid, kracht en intelligentie, is falen onmogelijk. U moet ontvangen wat u wenst. Verlangen is minder sterk dan bevelen. Een bevel is de erkenning van een vervuld verlangen. Of zou dit moeten zijn? Oké, dus bevelen. Verlangen is minder sterk dan bevelen. Ja, dus als je iets... Een verlangen is iets najagen waarschijnlijk. Of het ontastbare grijpen. En bevelen is dus commando geven. Ja? Beminde studenten, laat voor eeuwig en altijd de angst varen om met deze grote kracht te werken. Zonder dat het u gezegd is. Weet u dat u disharmonie zult creëren. Wanneer u deze kracht misbruikt, wanneer u ze echt constructief gebruikt, brengt ze u zoveel zegeningen, dat u niet anders kunt dan loven en dankbaar zijn voor het moment dat u ontwaakte voor het feit dat deze grenzeloze kracht alomtegenwoordig is en steeds wacht op uw bewuste instructies. Iemand die beweert dat men zich door zijn gedachten onmogelijk kan verheffen, onderdrukt zijn denken en zijn vooruitgang. Want gedachten en gevoelens zijn de creatieve kracht van God in actie. Ongecontroleerde en onbeheerste gedachten en gevoelens hebben allerhande tweedracht, ziekte en ellende gebracht. Weinigen echter geloven dit en hierdoor blijven ze voortdurend chaos creëren in hun leefwereld. Nochtans is het voor hen niet moeilijk om dit onder ogen te zien. Wanneer ze hun gedachten constructief gebruiken met de kracht van goddelijke liefde als drijfveer, creëren ze voor zichzelf in een periode van 2 jaar het volmaakte paradijs. Zelfs de geneeskunde heeft bewezen dat een lichaam zichzelf in enkele maanden tijd hernieuwt. 9 maanden om precies te zijn, want dan is ook een baby klaar. Dan krijg je een totaal nieuw lichaam. Elke dag krijg je nieuwe cellen en nieuw bloed. Alles ververst zich. Iedere dag. Daarom heb je ook een kostje op een wondje. Dus het genezingsproces zit volom helemaal imperfectie in jou. Ten alle tijden. Tenzij jij het dus blokkeert met ongeloof, met destructieve gedachten, kan het dus zijn werk niet volledig goed doen of vertraagt het genezingsproces. Dus u moet dus verstaan dat u door het bewust begrijpen en toepassen van de ware wetten van uw wezen zeer gemakkelijk volmaaktheid kunt manifesteren in heel uw lichaam, zodat elk orgaan perfect zal functioneren. Al snel zal het dan niet meer mogelijk zijn dat uw gedachten of uw lichaam nog verstoord worden door disharmonie. O kinderen, reikend naar het licht, dit grote voorrecht is Gods open deur voor jullie. Niemand mag deze deur sluiten, tenzij jullie zelf. Niemand mag dit belemmeren of zich ermee bemoeien. Alleen jullie zelf. Gebruik onbevreesd de heerschappij en de macht die God u geschonken heeft en wees vrij. U kunt deze volmaakte vrijheid enkel bereiken en behouden door bewust toegepaste kennis. Ik zal u nu een geheim verklappen. Indien een kwaadwillend of ruziestokende persoon dit hoort, zal hij zijn destructieve gedachten en zuiver egoïstisch standpunt herzien. Wanneer een kwaadwillend veroordelende persoon destructieve gedachten uitzendt naar, voelt voor of uitspreekt tegen iemand die ondersteund wordt door zijn eigen godskracht, keert deze energie onveranderd als een boemerang naar hem terug. De andere persoon krijgt dan de energie die hem dienstig is en die hij automatisch herkwalificeert door zijn eigen evenwichtige houding. Aldus degene die tweedracht zaait door boosaardigheid en veroordeling, vernietigt bewust zichzelf, zijn leefwereld en zijn zaken. Studenten zouden moeten verstaan dat dit van vitaal belang is. Wanneer iemand bewust de innerlijke elektronische cirkel van God betreedt, maakt hij zijn uitdrukking en zijn handelingen tot kanaal voor de voortdurende uitstraling van de zuivere essentie van God. Dit is op zichzelf een van de grootste diensten van de mensheid. Zelfs al zou deze persoon in het dagelijkse leven volledig inactief zijn. Slechts weinig niet-opgevarenen zijn zich ervan bewust wat dit betekent voor de mensheid. Diegene die de elektronische cirkel betreedt, ontvangt een onophoudelijke uitstorting van deze sterke straling, alleen al in een enorme zegening voor de mensheid. Eeuw na eeuw hebben onbaatzuchtige goddelijke boodschappers
deze zegeningen uitgezonden naar diegenen die de verheffende tegenwoordigheid van deze bruisende energie niet begrijpen. Wanneer enkele mensen deze grote opwellende tegenwoordigheid kunnen uitstralen, is dit te vergelijken met het eerste doorsijpelen door een dam. Naarmate de barst in de dam vergroot, lekt er steeds meer water weg, totdat tenslotte de hele hindernis weggespoeld is. Zo vergaat het ook de mens, wanneer zijn bewustzijn standvastig en vastberaden blijft. Wordt dit steeds sterker, zodat het zijn vruchten kan afwerpen in het dagelijkse leven. In tegenstelling tot het ingedijkte water, dat verder wegstroomt omdat het niet geleid wordt, gaat de godskracht die op deze manier vrijkomt, rechtstreeks naar het meest ontvankelijke bewustzijnskanaal. Versterkt zichzelf en wacht op het geschikte ogenblik om verder door te dringen. Alzo wordt de student die met het licht werkt niet alleen een verkondiger van de waarheid, maar ook als het ware een bekwame bron, waaruit de machtige essentie van God stroomt. Studenten moeten steeds voor ogen houden dat God nooit kritiek uit of oordeelt over hen. Welke fouten ze ook gemaakt hebben, bij elke misstap die gemaakt wordt, zegt een zachte, liefhebbende stem: sta op, mijn kind. Probeer opnieuw en telkens opnieuw, totdat ge uiteindelijk de ware overwinning en vrijheid van uw door God gegeven heerschappij bereikt hebt. Telkens iemand beseft dat hij een misstap begaan heeft, zou hij onmiddellijk de wet van vergeving moeten aanroepen en de nodige wijsheid en kracht vragen om dezelfde fout geen tweede maal te begaan. God, die allesomvattende liefde is, heeft een eindeloos geduld. Het speelt geen rol hoeveel fouten iemand gemaakt heeft, want telkens weer kan hij opstaan en naar de Vader gaan. Het is een voorrecht voor Gods kinderen om in zo'n liefde en vrijheid te mogen leven. Dus we zijn niet verdoemd, we zijn geen zondaars, eeuwige zondaars. En verdoemd hè, tot continu een dood te moeten ervaren en weer te moeten rekeneren. We kunnen ook gewoon weer opnieuw wakker worden of opstaan, zoals ze hier mooi zeggen. Gewoon opstaan en het opnieuw doen. Ja? Het is een voorrecht voor Gods kinderen om in zo'n liefde en vrijheid te mogen leven. Gebruik maken van de kracht om bewust goddelijke liefde op te wekken is de enige machtige, onoverwinnelijke, ontplooiende manier van handelen. Liefde is het middelpunt van alle leven. Hoe meer wij deze liefde binnengaan en bewust gebruiken, hoe gemakkelijker en sneller wij deze machtige goddelijke energie kunnen bevrijden, die als een ingedijkte kracht wacht om een opening in ons bewustzijn te vinden, waardoor ze zichzelf kan projecteren. Voor het eerst in vele eeuwen zijn de zoeklichten of stralen van de Gouden Stad over de Sahara-woestijn actief, boven Amerika en heel de aarde. Sommige mensen kunnen deze stralen waarnemen, maar weten niet wat ze betekenen. De mensheid moet niet langer denken dat zogenaamde persoonlijkheden hun negatieve krachten kunnen blijven ontwikkelen en lang overleven. Diegenen die de kennis van de elektronische cirkel kunnen gebruiken, zullen niet langer de voordelen hiervan ontzegd worden. Gebruik deze bevestiging. Ik ben de uitgevoerde handeling en de ondersteunende kracht van al het constructieve, waarnaar ik verlang. Gebruik dit als een algemene bevestiging, want de ondersteunende kracht is in alles wat bestaat. Ik ben hier en ik ben daar. In wat u ook wenst te bereiken, is een uitstekende manier om te voelen dat u de ene activiteit gebruikt. Zo verheft u zich boven het bewustzijn van afscheiding. Zegening. Almachtige van de Gouden Stad, wij zijn verheerlijkt in uw wonderlijke uitstraling. Wij zijn bevoorrecht dat wij uw grote stralen mogen gebruiken. Wij worden gezegend in de bewuste erkenning van uw machtige tegenwoordigheid. Hul ons voor eeuwig in uw verheven licht. Nou, lieve mensen, dit was redenvoering 3. De volgende video gaan we naar redenvoering 4. Ik dank jullie allemaal en laten we vooral onze cirkels schijnen en ontwikkelen. En ja, dat die weer sterk wordt en dat je hem blijft voelen. Visualiseren met gesloten ogen of met open ogen. Maar
op de deur ga je hem ineens zien. Ik zie hem. Ja. Dus, nou ja, bedankt voor het kijken. I love you. Heel veel. En op naar nog meer ontwikkeling. Hoger bewustzijn. Alle mooie dingen in ons leven.